luchtvracht is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Niet alleen post, maar ook bloemen, medicijnen, voedingswaren, elektronica en nog veel meer wordt door de lucht vervoerd. Daarnaast wordt er dagelijks van en naar Schiphol bijzondere vracht vervoerd, zoals dieren of kwetsbare goederen. Voor veel producten heeft luchtvracht grote voordelen boven bijvoorbeeld vervoer per boot. Er komt ook heel veel vracht per boot, als je eerlijk bent. De totale aantal kilo's die wij in een jaar op Schiphol krijgen, dat komt in Rotterdam in de haven per dag binnen. Maar de vracht die bij ons binnenkomt, is hele kostbare vracht. Of hele kwetsbare vracht. Denk aan bloemen. Ja, die kun je niet per schip versturen, want dan zijn ze dood als ze hier komen. Denk aan vers fruit en groenten. Denk aan medicijnen die snel moeten komen. Maar denk ook aan dingen als de mobiele telefoon. Als die 6 weken onderweg is, is het model oud. Al dat soort dingen, mode en hele kostbare artikelen, die gaan door de lucht. En het zijn niet veel artikelen, maar ze zijn heel veel waard. Schiphol is na Frankfurt en Parijs de derde vrachtluchthaven van Europa. In 2009 werd via onze luchthaven ruim 1,2 miljoen ton vracht vervoerd. Hiermee is Schiphol een van de meest toonaangevende vrachtluchthavens ter wereld. Nederland is een logistiek land. 27.000 banen op en rond Schiphol voor de luchtvracht. Een belangrijke factor. Meer dan 10% van de winst van Schiphol komt uit de luchtvracht. Dus als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan weet je dat vracht een wezenlijk onderdeel is van het succes van Schiphol. Luchtvracht is een snel groeiende markt. Dit komt voor een groot deel doordat de levenscyclus van gebruiksgoederen steeds korter wordt. En doordat onderdelen steeds vaker op verschillende continenten worden gemaakt. Mede door deze groei zijn er binnen de branche ook belangrijke ontwikkelingen. Belangrijke ontwikkelingen zijn e-freight. SmartGate is een belangrijk project van ons waar we samen met de douane en de andere overheidsdiensten als partner proberen het overheidstoezicht op de goederenstroom. En je hoeft maar te denken aan de security incidenten van de afgelopen week, hoe belangrijk dat is om die nog efficiënter in te richten. Vracht is niet alleen belangrijk voor onze economie, het is ook een interessante sector om in te werken. Wat gewoon erg leuk is dat je elke keer weer oplossingen moet zoeken, hè, voor dingen. Dus ja, dat maakt het ook zo leuk. Er is natuurlijk mensen ja, die zitten te wachten op hun product. En dat moet zo snel mogelijk. Dat proces vind ik wel leuk. Wil je ook werken in de luchtvracht? Kijk dan op schipholcollege.nl voor meer informatie.